Hallo, mijn naam is Mark en zoals je wellicht kunt zien is het erg Nederlands weer. Ik heb een twee Adidas Boost groene, die ontzettend veel op elkaar lijken. Sterker nog, ze lijken zoveel op elkaar dat ik het verschil in eerste instantie niet goed kon achterhalen. De naam van de schoenen volgens Adidas. De Adidas Energy Boost 2 ESM. Deze. En de Adidas Adi Star Boost ESM. En dat is deze. Ik zal eerst even uitleggen waarom ik ze gekocht heb. Ik heb de eerste generatie Boost. En daar heb ik veel in gelopen. Veel in gelopen, zo'n 1000 kilometer inmiddels. Ik ben een gemiddelde loper. Ze waren net uit. En toen waren we toevallig in Amerika. En toen kon ik ze goedkoop oppikken. En daar is eigenlijk ook een beetje mijn hardlopen begonnen. Ik vind het hele prettige schoenen om in te rennen. Ik loop af en toe ook op Morels. Barefoot schoenen. Voor de afwisseling. Dat is ook fijn. Maar er is heel veel discussie over. Een vriend van mij die is wereldkampioenschap heeft hij gelopen, triathlon. Die zegt er wordt nog steeds over gediscussieerd. Wat er nou beter zou zijn, dat interesseert me eerlijk gezegd niet zo heel erg veel. Deze lopen voor mij lekkerder op onregelmatig terrein, modder, blubber, mudraces en dat soort dingetjes. En deze lopen beter op de weg en met deze ben ik ook altijd iets sneller. Deze hadden glad. Aan de onderzijde. Niet heel erg glad, maar met het herfstweer en het winterweer was de grip met het natte wegdek wel redelijk weg. Dus tijd voor nieuwe. En toen kwam ik deze twee online tegen. Het verschil is dat deze iets meer ondersteuning heeft aan de binnenzijde van, aan de linker binnenzijde. En deze heeft dat wat minder. Deze is iets zwaarder, deze is iets lichter. Scheelt bijna niks. Even op de weegschaal, ik gok op deze 275 gram zit en 285, 290, misschien 270. Dat maakt elkaar niet heel erg veel. Je ziet het vooral in de details dat ze verschillen. Het herkenbare achterste stukje van de Boost heeft deze wel. De veterprofielen, waar ze erheen gaan, dat is hier harder stuk plastic, wat ook helemaal doorloopt. Dat is hier eigenlijk gewoon hetzelfde soort stof als dat je kent van de eerste Boost schoenen. Deze hebben 6 gaatjes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En dat is eigenlijk een 5 die je echt veel gebruikt. En deze heeft er 4. Dat verklaart ook waarom dat deze iets meer ondersteuning heeft. Dat merk je ook aan de binnenvoet. Ze dragen allebei als pantoffels. Ik heb deze iets kleiner gekocht dan deze. Deze gebruik ik wat meer voor wedstrijden, vermoed ik. En deze voor het reguliere trainen. Wat verder een verschil is, dat kun je bijna denk ik niet zien, maar dat zit in de lip van de schoen. Daar loopt het materiaal, wat ze volgens mij TechFit noemen, dat loopt niet helemaal door. Dus ik kan me voorstellen dat hij hier op de front iets minder ventileert dan dat deze dat doet. Waar het TechFit helemaal doorloopt. Ja, verder jongens, vergelijkbare schoenen. Ik heb deze al eventjes een klein stukje aangehad. Loopt prima, even weer inlopen natuurlijk. Deze ga ik zo meteen eventjes testen. En om even aan te geven dat die veter stukjes niet heel erg doorlopen. Ik zal straks even wat close-ups ervan maken. Dit is naar meer dan 1100 kilometer geregistreerd lopen. Dat is bijna niet doorgesleten. Dat zal bij deze wat minder zijn. Bij deze, ik denk vergelijkbaar met bij deze. Ik vermoed dat dit de favoriete snelle schoen wordt. En dat dit de trainingsschoen wordt. Ook omdat ik hem iets groter heb gekocht. Het scheelt een half maatje. Zelfs ook al is die iets groter, de fit van de schoen is heel prettig. Je hebt misschien het idee omdat die iets groter is dat je er meer in kunt bewegen, maar het sluit ontzettend mooi aan allemaal. Ook al voel ik dat ik er meer ruimte in heb als in deze. Deze zit gewoon echt helemaal strak omheen. Ik vermoed zelfs dat mijn teen hier iets meer last, mijn grote teen hier iets meer last gaat krijgen bij de lange afstanden, maar dat gaan we zien. Ik ben niet de meest fanatieke hardloper. 2-3 keer per week. 600 kilometer per jaar. Voornamelijk korte afstanden. 6 tot 10 kilometer. Maar 2 nieuwe schoenen. Op dit moment zit deze net iets onder de 100 euro. En deze zit er iets overheen. 120. Ze zijn afgeprijsd. Want er is een nieuwe generatie schoenen aangekomen. Ja, allebei hele mooie, hele prettige schoenen. Die erg prettig zitten. Mooi aansluiten. Licht zijn bij het lopen. En waar ik het nu toe bij de vorige serie in ieder geval heel veel plezier van heb gehad. Ik hoop dat jullie wat meer weten zo.